Wat voor lessen kunnen we nou trekken uit deze oorlog op dit moment? Want we gaan naar hele serieuze zaken toe. We horen veel doden. We horen dat de Russen op dit moment heel weinig munitie en wapens en dat soort dingen hebben. Zeker, ja. Wat zijn nu de lessen op dit moment van deze oorlog? Nou, de eerste les is dat je brandverzekering voor je huis moet je op tijd gaan betalen. En dat hebben wij niet gedaan. Capaciteiten stopzetten kan heel makkelijk. Capaciteiten opbouwen kost veel meer geld. Dat kost veel meer geld ook. En dat betekent eigenlijk dat we gewoon dingen moeten lezen en om de wereld om ons heen kijken. Want alle rapporten die de laag in Den Haag hebben allemaal gezegd vanaf 2017, let op, Poetin gaat wat doen in Oekraïne. We zagen het allemaal aankomen, alleen het ging allemaal in die linker onderaan. En we gingen vrolijk verder. Verklaar even waarom. Er zitten toch mensen met visie, met kunde, met deskundigheid in Den Haag die toch ook wel een beetje na kunnen denken? Nou ja, de mensen met visie en deskundigheid, die zeiden juist is, de Rob de Wijk van deze wereld, en let op, dit gaat allemaal fout. Alleen als het politiek niet urgent is, als het niet een hoog thema in de Kamer is en het is geen urgent iets, dan zegt iedereen dat, nou, daar praten we volgende week wel over. En dus krijg je een krijgsmacht die eigenlijk vanaf 2010 volledig, maar echt volledig is uitgehold. En wanneer denk jij dat we weer op zo'n niveau komen als Nederland, maar vooral ook als Europa, dat we zeggen, oké, we kunnen ons weer wat veiliger gaan voelen? Niet binnen 10 jaar. Niet binnen 10 jaar? Niet binnen 10 jaar. Zoveel tijd kost het. Is niet goed, want je moet niet alleen het materieel kopen, je moet het ook trainen, je moet de kennis hebben. Het is gewoon een vak. Ja. Een KNO-arts duurt ook gewoon 10 jaar voordat een goede chirurg is. Het is precies hetzelfde. Hoe lang gaat die oorlog duren, denk jij? Ja, dat is een hele goeie. Ik hoop echt dat Amerika en China zeggen tegen de Russen geweest en tegen Oekraïne, even stop jongens, nou is het mooi geweest. En we gaan praten en we gaan aan tafel zitten. Want het is wel een vreselijke oorlog. Hè? We moeten het af en toe zakelijk duiden. Maar het is een vreselijke oorlog. Een loopgave oorlog lees je. Gewoon Eerste Wereldoorlogbeelden komen bij je op. Ja, maar het zijn ook een iets andere loopgave dan de Eerste Wereldoorlog. Maar het is inderdaad, dat beeld, dat klopt. Dat zie je. Tegelijkertijd zijn er ook allerlei cyberaanvallen waarvan ik niet helemaal begrijp hoe ze werken. Ik dacht steeds, ook uit het vredesdividend voortkomend, als er ooit een oorlog komt, dan zit er iemand in Moskou en die drukt op een knop en dan gaat in heel Amerika het licht uit. Ik noem maar wat. Of andersom. Ja. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Zo simpel is het toch niet. Nee, maar oorlog gaat niet tussen systemen. Oorlog gaat tussen mensen. Ja. En als een van de partijen zegt, Oekraïne zegt, luister, ik heb er alles te verdedigen en je moet me elke meter afpakken, dan eindig je in een loopgraaf. Ja. Dat is nu zo, dus over 100 jaar nog zo, dus over 500 jaar nog zo. Maar ik zat van de week op Netflix In Westen Nicht Neues te kijken, die film. De gruwelijkheid daarvan. Ja. Is het zo gruwelijk, moeten we dat erbij voorstellen? Ja, Maria Remarque, Duitse schrijver, van dat boek. Een hartverscheurend verhaal. En dat gaat echt over de hopeloosheid. Ja, want het was een verhaal van een Rus die ze dan hadden opgevangen, die naar huis toe belde. Vertel hoe om hem heen iedereen aan flarden werd geschoten en zo. Nou ja, stel je voor dat de Russen, maar ook Oekraïners, in die 9 maanden oorlog net zoveel mensen hebben verloren als de Verenigde Staten in 20 jaar in Vietnam. Over dat soort aantallen praat je. 50.000 doden. Ja. Dat waren 58.000 in Vietnam. En Zelensky was heel boos, hè, dat von der Leyen dat naar buiten had gebracht, dat er zoveel doden waren gevallen aan de Oekraïnse kant. Goed, laat daar geen maar dat was ook omdat er stond casualties in de Engelse tekst. En dat zijn niet alleen doden, maar ook gewonden. Dat was echt slordig. Hè. In totaal in de oorlog aan weerskanten 200.000 casualties, slachtoffers. Dat is iets anders. Dus ik begrijp wel dat heel veel mensen boos werden. Want als je het al over doden hebt, dan moet je heel precies weten wat je zegt. Anders moet je je mond houden. Zijn er meer lessen uit die oorlog te trekken? Want je zei dat dus van die budgetten en het op kracht houden van een... Ja, nou ja, dat een oorlog uiteindelijk toch wordt beslist tussen mensen. En vaak is dat op het land. Dus je moet heel goed oppassen wat je doet. En wat NATO tegen ons eigenlijk zegt is, Nederland, jullie doen wel goede dingen. Maar wat je niet goed doet is dat je het risico aan anderen overlaat. Want jullie bezuinigen op de landmacht, daar heb je veel tekort. F-35 heb je zat. Maar daar waar het risicovol is, waar je je mensen in de modder moet stoppen om risico te lopen, daar zeggen jullie, nou, dat doen we even niet aan mee. Daar blijven we onweg. Landmachtman. Ik wou net zeggen, spreekt hier niet de oud-commandant van de landstrijdkrachten? Nee, ik zei letterlijk wat NAVO zegt. Okay. Een gebrek aan risk-sharing. Dan zeggen ze het letterlijk in een papier. Risk-sharing, dat bedoelen ze dan. En dat is wat ze boots on the ground noemen. Die moet je hebben. Ja. En drones dan, als ik nog mag vragen. Want dat is natuurlijk de noviteit, zeg maar, in deze oorlog. Natuurlijk ook in het Midden-Oosten zie je ze de afgelopen jaren al. Maar hier echt massaal. Kijk, als we over 10 jaar die krijgsmacht hebben in Nederland of in Europa, ziet die er dan anders uit? Is die gedroniseerd? Ja, natuurlijk.
jouw middelen die worden anders. Hè? En je krijgt drones, en je krijgt dan counter-drones... en dan krijg je weer counter-counter-drones en counter-counter-drones. Dat gaat heel snel, dat gaat door. Maar uiteindelijk, op het einde van de dag... is het de wil van degene op de grond die bepaalt of je wint. Hoe kan het dat Noord-Vietnam wint van het Amerikaans leger in Vietnam? Omdat je die wil niet kon breken van de Noord-Vietnamezen, van de Vietcong. Daar komt het altijd op neer. Dus... Dat zie je bij Oekraïne nu natuurlijk ook. Ja. Dat is precies hetzelfde. Ja. Maar als die gesprekken niet komen, gaat dit een hele tijd duren, als ik jou zo hoor. Ja, gaan een hele tijd duren. Die Oekraïners willen niet van wijken weten. En Poetin gokt daar ook een beetje op. Die gokt als die oorlog maar lang genoeg duurt en ik kan veel wapens produceren zelf, dan gaat het Westen een keer stoppen met die steun. Zeker als ik veel vluchtelingen kan genereren die naar het Westen komen, want ik bombardeer Oekraïne plat. Daar gokt energiecentrales die allemaal plat gegooid worden. Mensen kunnen niet meer thuis blijven. Die moeten op een gegeven moment wel vertrekken. Ja. Kou als wapen, hè, heet dat. Ja. Maar kunnen wij daar ook een dochter op worden? Want ik hoor dus van de week allemaal verhalen over onze eigen energiebedrijven die getroffen kunnen worden door cyberaanvallen. Ik zou niet weten waarom. Ja, tuurlijk. Heb jij een noodpakket, Bernard? Nee, ik zag het gisteravond bij jou in de uitzending, Wilfred. Ik vond het alleen gek, er staat ook een... Maar goed. Ik weet trouwens niet, als je kijkt wat je gewoon in huis hebt... in je kasten aan blikjes en aan verbandmiddelen... dat ik waarschijnlijk nog wel een eind kom, hoor. Maar het is natuurlijk... Heb je wel een noodpakket, Mart, of niet thuis? Ik heb een noodpakket en ik kan ook overleven. Zoveel ben ik opgeleid, dat lukt me nog wel. Je hebt geen bunker in je achtertuin of zo, toch? Nee, als het moet ga ik die graven. Maar zoveel ben ik dan niet. Ik had gisteren Pieter Koblenz, die zei... als ze op die knop drukken, dan drink ik mijn laatste glas wijn. Dus zei, dan ga je de kelder in nemen. Hij zegt, nee, dan ga ik een glas wijn drinken. Maar ze drukken niet op die knop. Dat weet je zeker? Pieter zich geen zorgen over te maken. Die knop wordt niet gedrukt. Nee. Hoe weet je dat zo zeker? Nou ja, omdat je Rusland weet, als ze dat doen, dan is de prijs zo hoog. Zelf voor de Russen is dat veel te hoog. Dus dat gaat echt niet gebeuren. En China heeft ook al geroepen, luister, ik vind alles goed dat je doet, dat je daar een oorlog begint. Maar er is wel één grens, geen nucleaire wapens. Want wij zijn zo afhankelijk van de wereldeconomie als China. Dat ga je niet doen. Nee, maar er zijn ook praktische bezwaren. In de eerste plaats, het is nog heel lastig om zo'n wapen goed te gebruiken. Het is niet zo simpel. Wat er mee komt is radioactiviteit. Er bestaat zoiets als wind. Meestal is de wind west of zuidwest, zeker in die regio. Als je nou vanuit Rusland een atoomwapen afschiet naar het westen... Mm-hmm. Waar denk je dat de fallout heen gaat? Ja, heb je daar naar het oosten. Dan kun je het beste Londen raken. Ja. Dan word je heel Europa. Ja. Nee, maar serieus, gaan we er niet ook... Want het wordt natuurlijk wel geregeld besproken. Zo'n nucleaire optie. Ja. Hoe stabiel is Rusland dan, denk ik? Hè? Want we gaan er eigenlijk vanuit. Kijk, een normaal land zou dat niet doen. Maar hoe stabiel is die top? Maar Poetin is best wel rationeel in dit opzicht. Hij is van de trap gevallen. En ik draai het was eigenlijk... Het vandaag. Ja, was dus een stuitje. Ja. Dat doe ik ook wel eens. Maar... Ja. Misschien was het een aanslag. Zwaar dit. Ja, maar rationeel genoeg. Ga er maar vanuit dat hij heel goed weet dat hij zijn macht kwijt is op het moment dat hij dat doet. En dat is het vierde argument. Zijn persoonlijke macht wil hij nooit kwijtraken. En op het moment dat ik dat doe, ben ik alles kwijt. Het hoeft niet eens door een atoom van de Verenigde Staten te komen. Maar de Verenigde Staten hebben ook gezegd, wij kunnen ook met conventionele middelen, met gewone middelen, jouw hele vloot zo uitschakelen. Zeg maar wat je wilt. En die boodschap was wel heel duidelijk afgelopen. Ja, dat was ook. Ze hebben ze ook gezegd, de Amerikanen. Als dat gebeurt, dan vernietigen we gewoon alles wat Russisch is. Maar is het nu gewoon een ego-kwestie dan, wat er nu plaatsvindt dan? Jazeker. Maar dat is het vaker, hè? Met grote leiders. Dat het om een ego gaat. En wat Poetin heeft gedaan, en dat zie je nog, is Oekraïne onderschatten. Maar hij voelt zich ook. Hij vindt ook het Westen inferieur qua moraliteit en standvastigheid ten opzichte van de Russen. En hij blijft die fout maken. En het valt hem steeds tegen. Dus dat moet een keertje eruit. En hoe slecht staat hij ervoor met zijn munitie dan? Want is dat waar, dat verhaal, dat ze bijna niks meer hebben? Nou, het is niet dat ze bijna niks meer hebben. Maar de precisiewapens, daar heeft hij er niet zoveel meer van. Hè, die met een precies lading precies op een doel kunnen komen. Dus gebruikt hij grotere bommen. Ja. Die toch wel schade aanrichten, maar niet op het doel komen. En hij probeert overal te kopen. Nou, hij heeft enorm. Er lopen orders vanuit Noord-Korea. En er is een spoorlijn heropend tussen Noord-Korea en Rusland. Het eerste transport dat daarop ging 2 weken geleden was van Rusland naar Noord-Korea. Was een cadeautje voor Kim Jong-un: 30 renpaarden. Okay. Ja, nee, echt. En maar de andere kant uit
komen heel veel. Er komt ammunitie, raketten. Dat zijn niet de meest geavanceerde. Maar ze, nee, waar die steeds meer aan toe van is. Maar ze zijn toch. Noord-Vietnamese raketten. En ook. En in ruil daarvoor krijgen ze dan olie. Gaat ook weer via die treinverbinding. Dus je moet. En Iran. Iran is natuurlijk een enorme leverancier van behoorlijk goed functionerende drones. Maar als Amerika en China dus niet nu op tafel gaan slaan en zich stoppen, dan zitten we hier nog jaren aan vast. Dat is eigenlijk wat ik dat zou best wel eens kunnen. Maar of ze dat doen, dat zien wij niet. Dat is misschien wel het goede nieuws. Als het gebeurt, dan gebeurt het achter de schermen. Anders kunnen beide partijen gewoon hebben geen vrijheid meer van manoeuvreren. Dus ja. Dat zien we gewoon niet.